deze vlog gaan we naar Ibiza met mijn girls S en Raya. Oké, we zijn in Ibiza en we zitten in een kei leuk hotelletje, Cubanito. En dat is zo helemaal Miami style. We zitten hier aan de pool in onze kamer en ik ga even een roomtour doen. Allee, snelle roomtour. Dit is onze kamer. Cute, cute, cute. En alles is echt super mooi ingericht, helemaal in thema. Zo leuk. En nu gaan we iets gaan eten en dan gaan we naar de club. Want S gaat draaien. Hier de passion voor ontbijt. Oké, we hebben net gegeten. De croissant show, oh my god. Croissant? Croissant show. Van croissant? Ja, maar dat is wel een show voor ontbijt. We hebben net gegeten. In een kei gezellig plekje. Hier achter is zo de zee. Oh my god. Nu gaan we een dutje doen, want om, ja, ik ga naar Suits kijken, naar Harvey Specter. En dan gaan we naar Gangster. Gangstar. Gangster. Gangster. For this life I cannot change. In the hills, deep off in the main. Eminem, sweet like candy. Hi guys, ik ben echt helemaal vergeten te vloggen omdat ik echt aan het genieten ben. En nu zitten we in, wat is het, El Torre? La Torre. La Torre. En dat is een kei gezellig restaurantje. In the middle of nowhere. Ja. En dat is kei gezellig. I put a little bit also passion fruit. Yes, I love that. Raspberry and passion fruit. We zijn in Passion Café. Best breakfast spot. Super lekker eten. What's up guys? So, ik ben terug van Ibiza. Ja, ik ga nu naar kantoor vertrekken, maar ik bedacht me eigenlijk dat ik niet echt helemaal naar Antwerpen moet voor het werk dat ik vandaag moet doen. Dus ik ga ergens gewoon in Leuven zitten. Nu ben ik gewoon aan het denken waar. Ik heb echt veel te doen. Ik heb gisteren echt zo een zondag gehad dat ik echt gewoon geen tv heb opgezet en zo. En gewoon creatief ben bezig geweest en heeft me wel echt goed gedaan. Ik heb echt veel inspiratie, veel ideeën gekregen. En nu ga ik dat natuurlijk helemaal uitwerken. Dus laten we deze week beginnen. Ik heb er zin in. Alleen is het weer wat stom. Een liedje gaat over Ibiza. What's up? Wij zijn in IKEA en zoals jullie misschien weten of misschien niet, ben ik verhuisd in een nieuw appartement, all by myself. En we zijn nu dingen aan het zoeken om mijn kleren zo goed mogelijk op te richten, in te richten. Omdat ik heb superveel kleren, superveel accessoires en al die dingen. En voor de eerste keer in mijn leven wil ik dat dat allemaal keigoed georganiseerd is. Dus dat gaan we nu doen en dit is zo leuk! En zij... Louisa, zeg mij voor wat alles dient, because I don't know anything. Dus hier kunnen we dus eigenlijk... dat wist je niet, hè? Zo leuk, love IKEA. Deze, voor wat is dat? Ah, maar nee. Dat is gewoon allemaal zo'n ding en dan stik je er zelf in wat je wilt. Ik snap het al. Sfeerbeelden. Afel al wel. Kom maar nog daarmee aanvangen. Kijk, als we dit inkaderen. Is
echt kei mooi. Als je dat zou zien in een hotel, zou je denken. Dames en heren, even voor de duidelijkheid. Het is plastic. Ja, maar je wilt toch geen plant in kader. Ja, wel plastic. Ja. Even. Maar met een goud kader. En waar gaat je dat hangen? Ik ga dat zetten. En dan zo. Oh, lekker. Ja, we zijn echt klaar hoor. Super mooie plant. Ingevlochten. Boomsteel gemaakt door de natuur hemzelf of haarzelf. Waar wil Tony deze plant in steken? Oh, please help this woman. Oké, dus we komen van IKEA. En we zijn nu in Baraka in Leuven. En dat is eigenlijk een super goed restaurant in Leuven. En we hebben drinks besteld en we gaan heel veel lekkere hapjes eten. En een leuke avond. What's up guys? Het is om mijn buurvrouw kijkt. Oké, dus het is woensdag en vandaag moet ik pakketjes maken. Want we hadden een probleem met de verzendingen. En dan ga ik naar mijn appartement, want er zit van alles in de IKEA. Er zit van alles van IKEA in mijn koffer. Dus ga ik eindelijk daar in mijn appartement gaan zetten. En dan ga ik mijn nagels doen. Ja, shut up. En ja, ik weet niet of jullie naar Suits kijken, maar ik heb echt een zware crush op Harvey Specter. En ik weet niet hoe ik daarover ga geraken, want ik ben echt verliefd op hem. Dus ja. From the office to my apartment. Ik weet niet of jullie dit al hebben gezien, but this is my apartment, baby. Ik woon hier alleen. Ik ben er super blij mee. Het is een loft. Hier is zo mijn bed. Badkamer. Keuken is hier. En dan, we turn around. Hier is mijn living. En dan, amai, dit is ingewikkeld. Daar is nog een gang. En ja, ik ben dus naar IKEA gegaan. Ik heb een paar dingetjes gekocht om alles te organiseren. Want bijvoorbeeld, hier zijn zo superveel kasten. Waarvan ik nog niet wist hoe dat ik ze ging inrichten. En dat ga ik nu allemaal in orde brengen. Maar eerst moet ik nog een mailtje doen aan mijn productie, zodat zij verder kunnen. Ondertussen ga ik alles inrichten. Let's do this! Oké, ik ben mijn nagels gaan doen. Kijk hoe mooie kleur bij IV. En nu ben ik onderweg naar een agency, PR agency. Good morning guys. Dit is donderdagochtend. En ik ben al lang wakker. Het is nu denk ik iets voor 10. En ik ben een Starbucks komen halen omdat ik daar zoveel zin in had. Ik had zoveel zin in een vanille cappuccino. En ik heb echt gewoon in de file en alles gestaan om die koffie te gaan halen. En 2 euro parking betaald. Speaking about cravings. Nu moet ik naar Antwerpen op en af omdat ik een meeting daar heb in Aartselaar. Wel een heel leuke meeting voor een leuke samenwerking. So yeah, let's go. En zoals jullie zien, ik heb 2 modes. Als ik meetings heb, zie ik er zo uit. Very classy. Als ik gewoon chill ben en op mijn kantoor moet, dan heb ik mijn sweatpants en alles aan. Maar dit vind ik ook leuk. Hey guys, ik heb even niet meer zo goed gevlogd. Maar ik ben in mijn appartement en ik ben verhuisd. Alles is mooi georganiseerd, maar ik ga zeker een apartment room, een apartment tour doen, zodat jullie eens kunnen kijken waar ik woon en hoe dat ik alles heb georganiseerd. En ik ben er heel fier op. En nu ben ik aan het wachten op vriendinnen. We gaan even iets eten en morgen ga ik naar Amsterdam. Guys, look who's here! Zo lang geleden.
We zijn in Amsterdam voor Jaguar en Dua Lipa. And it's gonna be so much fun. Was one of the first customers to receive an iPace earlier this year. And so in the summer she went on a really special test drive. Okay, dus nu mogen wij een test drive doen met de auto, maar ik durf dat niet, omdat ik niet in Amsterdam wil rijden met die mooie auto. Maar ik ga straks wel op een verlaten plek, mag ik wel eens proberen rijden. Dus I'm excited. Yes! Okay, dus ik zit nu achteraan. In de Jaguar. Hij gaat rijden. En ik mag kijken. En straks ga ik wel even rijden. Letterlijk niks aan het doen en die auto rijdt vanzelf. Oh my god. Zalig. This is Netso. Morning. Dus we zijn nu op een terrein en we mogen rijden met een auto en we mogen snel gaan. Het is een parkje. Heb je daar zin in? Eigenlijk ik weet het niet. Ik wil dat wel eens proberen. Ik wil ook proberen, maar ik ga mij belachelijk maken. Zeker als iedereen hier aan het kijken. Ik ga zo super, ik ga zo 30 per uur gaan. Oh my god, ze gaat echt snel. Oké, ik dacht dat ik laatste ging zijn, maar blijk dat ik 7 ben. Oké, dat was super leuk. Hè? Did you have fun? Yes. Oké, hoe heb ik het gedaan? In het begin was het wat traag, maar op het einde liet ze zien aan iedereen dat ze eigenlijk de beste was. Echt? Oeh. Eigenlijk wel. I'm a good driver. Alright, dus ik heb mijn pasje gekregen voor de kamer. Oh, cute. Het is hier een super mooi hotel. Blijkbaar is het nieuw. Zo super futuristic. Hey. Ik ben in mijn kamer. Super gezellige kamer. Leuk zichtje. En ik heb 20 minuutjes vrij. En dan gaan we naar Amsterdam City. En... ik moet even een paar e-mails doen. Dus dat ga ik snel doen. En dan neem ik jullie mee naar Amsterdam. Oké, dus ik moet bijna naar beneden. Anders ben ik te laat. Even een klein overzicht van mijn outfit. Topje en vest van de Zara. Tas van Saint Laurent. Broek van Café. En mijn schoenen zijn van Reebok. Dat zijn de Instapumps. Zo, even skip naar de avond, want ik heb niet gevlogd. Omdat ik genoeg batterij wil voor Dua Lipa. We hebben nu dinner. And look who showed up. So we're on our way to the concert. Okay, so we're back here. All taking pictures. Oké, dus Chloe was al doorgegaan. Maar het hotel. En dan iedereen is nog in de club gebleven. Maar ik ben nu voor het hotel. Omdat ik morgen toch wel veel e-mails en zo moet doen.
veel moet werken. Dus ik moet wel fresh zijn. But it was a great night. We hebben het optreden gezien. Het was super leuk. Hey. Dua Lipa is echt geweldig. She's so cool. En ja. Alright, ik ben terug helemaal klaar om terug naar België te gaan. Het was super, super leuk. Dankjewel aan Jaguar om mij uit te nodigen. Super leuk. Nu terug naar Antwerpen, direct straight to the office ofwel ergens, want ik denk dat Raya shoots heeft in de office. And working on something that's coming up.